Oké, dit is heel iets anders, want ik film met mijn mobiel in plaats van met mijn camera. En dat doe ik extra omdat ik even wat ga testen. Ik ga namelijk straks naar de IKEA. Ik heb mijn examens gehad, dus ik ben weer terug met nieuwe ideeën. Maar ik ga dus straks naar de IKEA omdat ik voor mijn slagingscadeau, nou ja, moet eerst nog blijken natuurlijk, maar anders is het gewoon een troostcadeau. Mocht ik iets, een cadeau uitzoeken. En ik wil heel lang zo'n beauty vanity. Dat is zeg maar zo'n make-up tafel met spiegel, met lampjes en marmeladjes en alles mooi georganiseerd. Al je make-up in bakjes en zo. Dat is zeg maar wat ik wou. En ja, daar ga ik dus straks naar kijken bij de IKEA. En het leek me heel erg leuk om jullie mee te nemen in dat proces van mijn kamer veranderen. En dus om jullie mee te nemen naar de IKEA. Een soort vlog. Maar omdat dit wel de eerste vlog is, wil ik dat natuurlijk even testen. En om nou zo'n hele grote spiegelreflexcamera mee te nemen, is een beetje overdreven. Ja, daar kan ik ook niet goed mee filmen. Want als ik dat nu zo zou filmen van zo dichtbij, zie je echt alleen een puntje van mijn neus. Dus daar hebben we ook niet heel veel aan. Dus ja, ik dacht ik doe het gewoon met mijn mobiel. Want mijn mobiel heeft ook wel gewoon een hele goede kwaliteit. Dus daar moet het niet per se aan liggen. Dus ik ga het even uittesten. En wie weet kan ik dit vaker doen. En kijk ik of ik nog zo'n camera ga aanschaffen. Ja, dus ik heb examens gehad. Ik ben helemaal klaar. Ik heb nu zomervakantie. En daar heb ik heel veel zin in, want ik ga heel veel leuke dingen doen. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb nu wel heel veel honger, want ik kom echt net thuis van mijn examen, mijn laatste. En ja, het is nu 12 uur ongeveer. Dus ik ga even wat eten. Dan ga ik straks met papa een beetje alles een beetje meten in mijn kamer. Om te kijken hoe groot alle afmetingen moeten zijn, hoe groot alles moet zijn en zo. En waar ik het wil in mijn kamer. En dan neem ik jullie mee naar de IKEA. Dus blijf vooral kijken als je zin hebt om te zien wat ik allemaal ga halen en hoe ik mijn hele kamer ga opruimen. Let niet op hoe ik eruit zie, want ik heb bukkeltjes en dingetjes. Stress, je snapt me wel, door school en examen. En daarom heb ik ook geen zin gehad om heel veel make-up op te doen. Dus ja, ik ga nu eten maken. Ik ga meten. Oké, waar moet het dingetje staan? Ik denk hier. En dit gaat dan dus weg. Ja. Dan wordt dat weer mijn oude nachtkastje, wat ik veel chiller. En deze moet dan naar boven. Could I lock in your love, baby? I feel we're close enough. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love? Oké, dit is de before shot. Hier is dus mijn bed. En hier heb ik, want ik heb gewoon best wel een kleine kamer. Hij is niet breed of zo en wel lang. Maar valt ook wel mee vergeleken met anderen. Maar dit is zeg maar nu mijn beautyhoek. En wat er dus gaat gebeuren. Ik heb hier mijn kast. En deze kast die gaat naar boven, naar zolder. Zodat ik hier plek heb. En hier heb ik ook een stopcontact. En dat is handig voor de lichtbolletjes wat ik op mijn spiegel krijg. Want die moet wel gewoon stroom hebben. Dus die heb ik daar. Maar goed, ik heb dus nu dit. Ik heb hier de mooiste geuren. Ik heb trouwens echt een troep. En allemaal stof en prut. Omdat ik 2 weken of 3 weken lang mezelf heb opgesloten en alleen maar heb geleerd. En dus ja, ik heb dat nog niet echt kunnen opruimen. Nou, ik heb hier wat random horloges. Een hele grote kwast. Ik heb hier van die organized dingetjes. Dan heb ik dus hier ook al een kast van de IKEA. Hij is ook echt heel vies. Maar goed, ik heb hier deze spiegel, die is afgebroken, dus die heb ik maar hierin gedaan. Zo moest ik het maar doen, want ik moet gewoon iets maken van de ruimte die ik heb. De bedoeling is dat ik 2 van zulke achtige kasten zo krijg. Daar op een plank, dus zo'n spiegel zo, en daar van die lampen in. Die lampen die kan ik straks ook nog wel laten zien, die heb ik daar liggen. Oh, let niet op de troep. Nou, de bedoeling is dus dat ik dat helemaal ga aanpakken en dat ik dat ga veranderen. Zodat mijn kamer echt zo'n, of in ieder geval dat hoekje, dat dat echt zo'n plekje wordt waar ik graag wil zijn. En me lekker wil opmaken. Oh, en ik laat jullie nu de lampjes zien die ik heb besteld op internet. En dat zijn gewoon van die plakdingen. Wacht, ik laat het wel anders gewoon even zien. Zo, dit is dat. En hierin zit dan ook stekker. Ja, en die kun je dus verbinden als je dat wilt, zeg maar. Nou, dat moet wel. Hier aan zo. En dan kun je hem zo lang maken als je wilt. En het is echt super cool. Want
deze lamp. Dit zijn dus zeg maar stickertjes. Dat kun je eraf halen en dan plak je hier zo aan de achterkant. En dan plak je dan zo op de spiegel. Echte spiegel waar je dat allemaal helemaal hebt. Die kost meer dan 300 euro. En dat is gewoon, nee, dat is te duur. Dus deze heeft allemaal draadjes, maar die wil ik dan achter het lijstje van de spiegel verbergen, zeg maar. Zodat je dat niet echt ziet. Maar hij is ook echt super fel. Laat je het wel even zien. Nou, het enige wat ik dus doe is dit er zo langs. En dan gaat hij al aan. Nou ja, en zo is dat dus. Ja, ik heb echt zin om dit helemaal te maken. Straks ga ik dus naar de IKEA en dan gaan we alles halen. En dan laat ik jullie verder alles zien en neem ik jullie nu mee naar de IKEA. Wat gaan we doen? We gaan een beauty make-up tafel gaan wij kopen. Gaan we kopen? Ja. Waar dan? IKEA. Ja. Welke IKEA? In Hengelo. Oké, doei. Doei. We gaan nu onderweg naar de kasten, want die staan ergens anders. Dat ze aan het verbouwen zijn. Ik wil dit. Zo cute. Ja, mooi. Ik vind deze wel mooi. Ja. Oh kijk, hier heb je ook allemaal bakjes. Hier word ik echt gelukkig van. Kijk. Dat wil ik dus. Dat is echt cool. Mini, oh dat is zo cute. Zo, ik film helemaal niet goed. Ja, kom. Dit is voor de badkamer. Mooi. Oh ja, allemaal bakjes. Bakjes. Wat is dat? Oh, cool. Hier, die zat net, daar zat ik net mee. Die zat in dat ding. Kun je allemaal dingen in doen. Schattig. Zo'n spiegel wil ik ook. Wisten jullie dat dit geprojecteerd was? Ik wist dat echt niet. Wat lach je, pap? Ik dacht altijd dat het een sticker was. Stom. Jaren hebben ze. Papa zegt dat het altijd al geprojecteerd was. Ik zeg dat het gewoon stickers waren. Weet jullie dat? Mam, wat denk jij? Stickers of geprojecteerd? Ja, hè? Het was echt wel sticker. Want ik ging altijd zo met mijn voet. Spiegel, even kijken. Papa had net iets heel doms gedaan. Ja. Want papa die ging een spiegel pakken. En toen... viel die? Toen viel die. En toen keek iedereen... Hé, daar! Waar? Oh, die. En toen keek iedereen ons aan en wij doorlopen. Maar dat was wel grappig, hè, papa? Die wil ik. Hé, hey, zo'n blad. Hier is die. Ja. We moeten van helemaal beneden weer helemaal naar boven. Oh, hier, daar gaat een andere spiegel. Oké, okay, dat is wel grappig, hoor. Maar we hebben nu even die kast. En nu moeten we even de bakjes, dus moeten we helemaal terug. Want we hadden de afmetingen nog niet. Of niet? Ja. Hier, nog een vachtje nodig. 120 euro. Hoppatee. Oh, dit is zacht. Oeh. Altijd even voelen, hè? Ik heb gehaktballen. Met patat. Papa heeft, laat zien. Zalm. Met sla. Wat is dat? Een sausje. Oké. Okay. Mama heeft carpaccio. En een drankje. Wat is dat eigenlijk? Appelsap. Appelsap? Ja. Oh, was dat appelsap? Ja. Oh, ja. Nou, we zijn klaar. Hele kar vol. En een ijsje. Lekker? Heerlijk. Mooi. Dus ja, nu gaan we naar huis. Wij zijn weer thuis en ik... Wow, felle licht. Oh, ik heb de hik. We zijn goed geslaagd. Eerst zou ik ook gaan voor 2 Alex-kasten, maar uiteindelijk zijn we voor 1 gegaan. Omdat het eigenlijk wel
prima eigenlijk zo is. En op zich heb ik al zo'n ladekast, dus als ik het echt wil, dan kan ik die er ook onder doen. Maar ik laat jullie wel even snel zien wat ik nou precies allemaal heb gehaald. En dan gaan we het vanavond even in elkaar zetten, want papa is eerst even boodschappen doen. En ik kan dat echt niet zelf, want daar snap ik gewoon niks van. Dus ik laat jullie het even zien wat ik allemaal heb gehaald. Ten eerste heb ik deze gehaald. En dit is dus zo'n spiegel. En die heeft dan gewoon zo'n stang aan de onderkant. En die kun je gewoon erop zetten als bijspiegel, zeg maar. Nou, oké, ik leg het even hier neer. Dan deze IKEA bestekbakjes. Ik weet nog niet hoe ik dit helemaal ga indelen. Maar ik vond het wel heel erg fijn dat die... Ik weet niet, ik zie het hier al helemaal voor me dat hier alle blush helemaal perfect in past. En hier alle bronzetjes, weet je wel. Dus ik weet nog niet hoe ik het ga indelen, maar daar krijg je sowieso een andere video over te zien. Over hoe ik alles ga indelen. Maar hiervan heb ik dus 5 gehaald. Want in één zo'n kast zitten 5 van die laadjes. En dan een super grote spiegel. Dus die en de spiegel heb ik. En dan heb ik natuurlijk nog de kast. En ik heb dus een witte Alex kast. Oh, wat loopt daar? Oh, dat is een vlieg. Ja, er zijn hier zoveel vliegen de laatste tijd. Echt. Trouwens, ik vergeet gewoon nog wat. Want ik heb nog één ding. Namelijk deze witte plank. Dus ik ga zo alvast eerst die kleine spiegel even in elkaar zetten. En vanavond de rest. En ik denk dat ik ook wel vast wat dingen naar boven ga brengen. Maar nog niet die kast, die Alex kast, want die is zo zwaar. Dat gaat me gewoon niet lukken. Dus ja, jullie zien me vanavond weer en dan ook het eindresultaat. Dus blijf vooral nog even kijken tot het eind. Nou, het is me gewoon helemaal gelukt. Helemaal top. Ik merk trouwens echt dat ik, als ik film, heel gauw zo film. En dan heb ik een onderkin. Dus daar moet ik nog even op letten dat ik hem iets hoger hou. Hoi, en leuk dat je weer kijkt. Ik ben helemaal vergeten toen ik alles in elkaar had gezet. Om dan nog te filmen, want ik was al helemaal enthousiast. En ik wou gelijk alles natuurlijk neerzetten en kijken hoe ik het zou doen. En ja, daardoor was ik het vergeten. En ik was ook echt kapot, want ik had dus net examens gehad. Dat heeft er wel echt ingehakt. Dus het is nu echt een paar dagen verder alweer. En alles staat in elkaar. Ik heb al heel vaak gebruik gemaakt van de make-up tafel. En ik ben er super blij mee. Ik heb trouwens een schorre stem. Want ik ben naar de Toppers geweest in Amsterdam Arena. En ja, dan krijg je dat. Het is super lekker weer. Dus ik heb ook een strandjurkje aan. Ik ga straks lekker in de zon zitten. Maar ik ga jullie eerst nog laten zien hoe het er nou eigenlijk uitziet nu. Dus ik neem jullie even mee. Ik laat jullie nu zien hoe het is geworden. En ik ben er super blij mee. Nou, dit is het nu zo geworden op dit plekje. Alles moet natuurlijk nog een plekje krijgen. Want ik heb nog allemaal beauty dingen en kwasten. En zo'n marmer plaatje. En dat komt er dus nog allemaal op. Maar daar komt nog een aparte video over. Want dat ga ik jullie dan nog helemaal laten zien hoe ik alles heb ingedeeld. Want ik heb 2 kasten nu uiteindelijk. Die had ik al. Ik laat het wel even zien. Die had ik al en deze heb ik dus nieuw, maar ze zijn even hoog. Dus dit ging gewoon prima. Nog een video over het eindresultaat. En dan ga ik ook laten zien wat ik allemaal in die laadjes heb. En eigenlijk een soort make-up organize stash-achtig iets komt er nog aan. En dit is dus een spiegel. En mijn kamer is veel ruimtelijker geworden nu. En ik doe de lamp wel even aan. Hij is trouwens echt zo groot en fijn. Dus als ik zit, ik zal even zitten... Ik weet niet, je ziet gewoon echt zoveel en het is echt top. En dan is die aan. Echt perfect is die. En ja, dit is het dus, het eindresultaat. Dus ja, ik ben er super blij mee. Kijk hoe leuk. En ook gewoon voor achtergrond voor een video of zo. En dan zie je allemaal lampjes en kaarsjes en mooie dingen. Ik heb trouwens de waaier aan, want het is super warm, dan weet je dat. Abonneer op mijn kanaal om die video niet te missen en andere video's. Want ik heb dus nu zomervakantie. Dat betekent dat ik heel veel tijd heb en filmpjes kan maken. Bij 1000 abonnees wil ik een winactie gaan doen. Maar dat zie je dan op dat moment wel. Doe mijn video een duimpje omhoog als je een leuke video vond. En als je benieuwd bent naar de volgende video. En ik zie jullie tot de volgende keer. Doei!